teksten geschreven en daarin schreef ik eigenlijk gewoon wat narigheid van me af. En dat doe je in de taal waarin je denkt. Hmm. Zo zie ik dat, dat is Achterhoeks. Hmm. Een Neerlandeke zal zeggen dat is geen taal, maar een dialect, maar dat interesseert me niet. Ik denk in het Achterhoeks. Hmm. En zo, zoals ik het dacht, schreef ik het op. Zit er ook niet... Het is dus geen briljante vondst of zo. Van, goh, dat heb ik later wel eens gehoord. Wat slim van jullie, want er was nog niemand die dat deed. Goh, wat origineel. Maar zo, dat is helemaal geen goed idee. Zit er ook iets achter, zoals bijvoorbeeld ja, de plattelandsjeugd die plots iets had om zich mee te verdedigen? Want kijk eens, normaal heeft succes. En dat is ook plattelandsdialect. Dus denk ik wel. Opwaardering van het dialect. En ja, dus samen te vatten in een van onze teksten. Dat is, ik ben maar een eenvoudige boerenlul, maar daar schaam ik me niet voor. Dat is de openingszin en de titel van het nummer. En daar vinden ze een hoop in terug. Het komt een beetje uit de tijd dat ik, toen ik de academie afgemaakt had en in Amsterdam kwam te werken. Dan zag ik er heel hip uit. En nou, dat vonden ze mij wel interessant, totdat ik mijn mond opendeed en hoorden ze dat ik een dialect had en zo. Zag je ze denken, oh, het is maar een boer. Ja, en was dat echt, ze appreciëren je niet meer of wat? Nou, met name Amsterdammers hebben wel een beetje, alles wat niet uit Amsterdam komt is een boerenlul. Nee. En dan gaan ze je nadoen en dan gaan ze Gronings praten. Ja, als ik mijn mond open doe, dan zeggen ze, oh, een Belg, wat leuk. Ja. Nou, dat is ook wel anders geweest. Ja. Dat denk ik zeker wel, ja. Jij bent niet alleen dus een podiumbeest, maar ook een graficus. Er liggen hier allerlei dingen van jou op tafel. En ook de versieringen rond jullie optreden heb je allemaal zelf gemaakt. Onder andere dit slipje. Kan de camera even lager? Welke? Twee? Ja. Komt allemaal van je hand, hè? Ja. Ja, wat gaat hij het beste aftekenen, ontwerpen of muziek maken? Nou, twee heel verschillende dingen. Ja, het is mijn oude vak. Maar nadat we steeds professioneler werden en een jaar of 6, 7 bestonden, gingen we ontdekken dat je niet het hele jaar door kan toeren. En toen gingen we in de winter stoppen en dan een hele nieuwe tournee bedenken. Veldtocht noemen wij dat, met een nieuw logo en een nieuwe kreet. En dit jaar is dat bijvoorbeeld Recht toe, recht aan. En vorig jaar was dat Das Normaal, of Wie gaat naar de kermis. En hadden we een heel kermisdecor. We hebben wel eens meer artiesten hier gehad, vooral mensen uit het toneel, die ook gingen schilderen. Sylvia Deleur onder andere, Ine Veen, er kunnen nog anderen geweest zijn. En die hadden het over het evenwicht wat ze dan vonden in het extroverte van op de plank staan en dan het helemaal in zichzelf gekeerd met een doekje. Ja. Bij mij kwam het toch wel anders voor. Ik had eerst in de beeldende kunst gezeten. Of kunst. Het verschil tussen kunst en kiets is mij nooit duidelijk geworden. En daar heb ik ook altijd veel narigheid over gehad. Maar ik kwam eerst en ik vond de waardering die ik in muziek kreeg, vond ik veel directer. En ik vind muziek eigenlijk een hogere vorm van kunst. Omdat het veel duidelijker is, tastbaarder, directer. Ik kan er zelfs van leven. Dat is, met kunst raak je ook onvermijdelijk in de subsidiesfeer terecht. En als je dan heel erg fanatiek carrière weet te maken, zijn er misschien 1 op de 1000 of zo die er later van leven kunnen. Maar dat is weer heel zeldzaam. En ik vond het zo'n prettige sfeer die erin heerste. En dus ik ging muziek maken. Maar ik ging mijn oude vak van lieverlee weer oppakken door in de winter door dingen te bedenken. En je ontdekt dan dat het moeilijk is om ze anderen uit te laten voeren. Als je een ander een hoesontwerp laat maken, valt het altijd tegen. Ja. Dus ging ik toch weer zelf, met name in de wintermaanden, tekenen. De hoes hebben hier niet op tafel liggen, Dat is de hoes toevallig van de vorige. Dit is de hoes. LP. En die staan ook op een t-shirtje afgedrukt. Ja. Die had Van Breukelen aan toen we hem in het ziekenhuis gingen interviewen. Apart vriendje. Ja, Hans is een klasse voor. Je hebt wel meer met sportman, hè? Ook wereldkampioen 500cc, motocross, Erik Boers. Ja. Behoort een tot de goede intieme vriend van ons, ja. 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 Goed. Ja, we zijn wel sportfreaks hoor, want ik ben nu 42 en als je dan het toch echt slopende werk op het podium wil kunnen volhouden, dan moet je wel aan sport doen. Ja, je gaat onder andere marathon lopen. Ja. Hoeveel zit je? Dat is wel heel hoog gegrepen, maar het doel van mij is om dan uit te lopen, maar dat is voor een goed doel dan. De welke? Het is nog niet de minste, hè, van alle marathons. Nee, New York. Dat zeg je zo simpel wel, New York. Begin november. Ja. Het schijnt er mogelijk te zijn, maar hoe dat precies werkt, weet ik niet. Maar dat ik dan een hartbewakersmachine bij elkaar kan lopen voor het Winterswijkse streekziekenhuis. Hoe gaat dat dan? Via sponsors, mensen die voor per kilometer neem ik aan, maar het fijne daarvan moet ik nog horen. Maar toen ze mij vroegen, heb ik wel onmiddellijk ja gezegd. Want dat soort evenementen kan ik mijzelf heel erg goed in vinden. Ja. Aan hoeveel kilometer zit je nu qua training? Als ik heel eerlijk moet zijn, ik heb pas mijn sleutelbeen gebroken. Dus ik ben gisteren pas weer begonnen. Ja, en toen kwam ik met moeite aan 10. Echte coureursuitvluchten zijn dat, hè? Ja, want het is wel echt waar.
goed. We gaan voort met het volgende. Sinds bekend is dat TV3 in juni ophoudt te bestaan, kon het niet anders dat we ook eens iets voor Joop van den Ende zouden doen. Tijdens de volgende reportage over een auditie voor de musical Cabaret herkent u evenwel geen van onze medewerkers. Vooralsnog niet. Er gebeurt wat. Even duidelijkheid. We gaan gewoon door met het gesprek. De reportage komt niet. Ja. Vertel wat over je werk. Het ziet er nogal naïef uit, moet ik zeggen. Ja, nou, een paar gespreksthema's opdiepen, jongen. Geen probleem. Nee. Nou, die grote illustraties die daar staan, dat betreft de verschillende rollen van een van onze mascottes, zou je kunnen zeggen. Hendrik Havenkamp, een soort plaatselijke komiek. Die toch wel met name als pantomime spelen enorm briljant is. Ja. En die ook wel waar we wel plaatjes over gemaakt hebben. En heb ik in verschillende rollen heb ik hem uitgebeeld. En deze dingen komen bewegend achter het hoofddecor langs. Ja. En het hoofddecor is een boerenopstand die ten strijde trekt. Ja. En dat is voor dit jaar recht toe, recht aan. Dus recht voor zijn raap, wil dat zeggen. Rock and roll, zonder omwegen. Wees maar eerlijk en slijmen en dat soort dingen. En hypocrisie, die schaffen we af. Dat dus is een dit jaar is voor de Chinezen het jaar van de slang. Heeft de slang wat te maken met recht toe, recht aan of helemaal niet? Ze beweegt zich nogal kronkelend eigenlijk. Hè? Ja, maar ze is niet achterdochtig. Hè? Nee. Ze kan nooit iemand in de rug aanvallen. Een slang is een dier wat volgens een bepaald tactiek aanvalt en waarschuwt. En als je daar overal maar acht op slaat, dan kan je wel zeggen dat hij echt recht toe, recht aan zich gedraagt. Leven er nog veel soorten slangen in Nederland? We hebben maar 3 soorten slangen in Nederland. De gladde slang, de ringslang en de adder. Hmm. Waarvan de adder giftig is. Maar helaas, zoals met zoveel diersoorten, wordt hij ook bedreigd. En al die slangen in Nederland zijn beschermd onderhand. Goed. Dit is het einde van TV3, dames en heren. Een beetje een raar einde. Dat mag wel eens een keertje. Morgen zijn we er weer met onder andere Ischa Meijer en Rita Corita. Tot morgen.